Nou, Utrecht zelf wil natuurlijk ook wel wat. Na twee gelijke spelen en twee nederlagen. Na die fantastische start van het seizoen. Tegen Volendam dat altijd ruimte geeft om te voetballen. Dat is nou eenmaal de wet van Jonk. En hier is ook het eerste signaal van Jong FC Utrecht. Het schot is van Mekono. Volendam moet Fadiga, de rechtsback, missen. Mobetti is zijn vervanger. Blessure staat het meedoen van de Belg in de weg. En vlak. Oeh, die telde die al. De keizer staat aan de grond gendageld, maar is op tijd los om de rebound uiteindelijk op te vangen. Goed teruggelegd die bal door Jelle Duin. Ja, vlak stak zijn handen al in de lucht. Zeker wist hij dat deze poging doeltreffend zou zijn. Volendam heeft in deze fase het betere van het spel. En ja, krijgt bijna een helpend handje toegereikt van Mamengi. Het scheelt allemaal niet veel en Haken zal toch ook niet de tevredenheid uitstralen. Dodeman, veel gezocht aan de rechterkant. Betty komt er overheen. Dodeman gaat op zoek naar linkerbeen. Dit is niet iets waar de keizer nou heel erg zenuwachtig van wordt. Jong AZ en Jong Ajax zijn verslagen door Volendam. En dus zit het elftal van Jong wel in een lekkere modus. Hier Dodeman legt klaar voor Kaars. Dan is het schat zoeken voor gevorderden, zou je zeggen. De keizer heeft hem. En hij viert dat maar op zijn geheel eigen wijze. De kinderhand is gauw gevuld, zeg maar. Vlak. Met naast hem Duim. Het scheelt een meter. Zo zijn er nu wel in deze fase meer momenten voor de ploeg die zij aanhangen, Volendam. Maar ze kunnen nog rustig blijven zitten op een winderige tribune in het Krasstadion. Volendam heeft een puntje minder dan Jong FC Utrecht. En hier moet de keizer zich toch echt strekken. Weer is de plaaggeest deze Jari Vlak. Gezegend met een prima schot. Niet de eerste fout van Mamengi. Maar Volendam weigert tot nu toe te profiteren. Dat moet dan nu gebeuren. Dodeman weer voorlangs. Die komt vaak in de buurt van de keizer. Zodanig zelfs dat de doelman hem goed herkent. Ja, nou nog doeltreffend zijn. Dit is Betty. Eigenlijk altijd klaarstaand om een invalrol te spelen. Oh, goed weggedraaid. En dan die bal nog op de lat van Jelle Duin. Kijk eens, goede beweging. Zet twee man, ja, die stuurt hij eigenlijk het bos in, maar dan het aluminium. Staat zijn vierde goal van het seizoen in de weg. Publiek grote winnaar toch, in Volendam. Ja, dat publiek wil wel een goal zien. Betty, nou Dodeman, daar komt hij. Nee, weer een blok. Als Dodeman wakker moet liggen van de kansen, dan ligt hij de hele week wakker. Want er zijn toch momenten genoeg. Die Volendam op voorsprong had kunnen zetten. Vlak. Nou, daar dan. Nee. Nog niet. Ja, veel makkelijker ga je ze niet krijgen. Jong FC Utrecht heeft in deze fase echt niks te vertellen. Speelde de laatste wedstrijden vooral wel tegen clubs uit het linker rijtje. En dat is wat moeilijker. En dan is hier toch de goal. Martijn Kaars met zijn derde van het seizoen. En dat zorgt in het Vissersdorp voor een heleboel opluchting. Want eindelijk wordt dat overwicht ook vertaald naar het scorebord. Het is een terechte voorsprong in deze fase. Volendam dringt aan. Wil uiteindelijk meer en krijgt ook bijna meer. Grote kans bij de tweede paal als Gijs Smal die bal eigenlijk op maat klaarlegt. Weer Smal. Kevin Visser. Controleur op het middenveld. De aanvoerder ook. Dodeman. Visser. Ja, wie kan er dan schieten? Het is daar vol. Het is zoeken, zoeken, zoeken. En uiteindelijk de Belg. Antonucci. Die het maar eens probeert. Ja, zij hebben alvast een voorschotsdrankje genomen op de overwinning. Maar die is er nog niet. Kopbal hier nog. In de slotfase van Duin. Nou ja, het is nog 18 minuten, maar in die 18 minuten gebeurt niet zoveel meer. De Volendamse overwinning is binnen. De derde op rij.